Hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag gaan we Oud-Hollandse spellen doen. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Welkom. We gaan straks beginnen met spelletjes, Oud-Holland spelen. Zijn er mensen die niet mee willen doen, die moeten nu even de hand omhoog steken. Meneer achter de camera wil niet, Toos niet. Ik ook niet. Fleur niet. Dus ik kom zometeen even langs en dan krijgt u van mij een nummer. Dan weet je bij welke groep je hoort. En we gaan dan roleren. Maar tijdens roleren is het wel belangrijk dat we allemaal rustig lopen. Want anders wordt het heel erg druk en dan kunnen we vallen. Ja, ik wens jullie een hele fijne middag. En geniet ervan. Vanmiddag gaan we het spelletje spelen. Petje op of petje af. Nu hebben ze hem allemaal nog op. Hartelijk welkom. We hebben voor vanmiddag een quiz. En dan gaan we de vragen ga ik dadelijk opnoemen. En als het goed is, dan doe je de pet op. Is het antwoord niet waar, dan doe je de pet af. En als jullie het formulier in willen vullen, dan kunnen we het straks controleren. En dan hebben we een leuke prijs voor degene die de meeste vragen goed heeft. 2021, 7.285 inwoners. Is dat waar of is dat niet waar? Ja, ik weet niet of dat precies het doordel is. Waar gaan we door naar vraag 2? De jaarlijkse Gentse kermis vindt plaats in het tweede weekend van augustus. Is dat waar of niet waar? Niet waar. Dat is niet waar. Het zijn maar moeilijke vragen. Het is de laatste dinsdag van augustus. Dan gaan we door naar vraag 4. In kasteel Doornenburg kun je overnachten. Is dat waar of niet waar? Precies. Is dat waar of niet waar? Dat weet ik niet. Zes locaties. Ik weet het niet. Ik mag niet meer doen. Ik krijg geen pet op. Nee. Bemmel, Gent en Huissen werd in de eerste instantie vernoemd naar de gemeente Bemmel. Op 1 januari 1999 werd de naam van de gemeente gewijzigd naar haar huidige naam Lingewaard. Is dat waar of niet waar? Van Gent heet GVA. Is dat waar of niet waar? Het oorlogsmuseum in Gent heet Iemandsland. Iemandsland. Klopt dat? Is dat waar of niet waar? Is het waar of niet waar dat de Douwe Egberts in 1753 is opgericht? In 1753. Dat is wel een hele moeilijke. Land Italië eet men paella. Is dat waar of niet waar? In Italië eten we daar paella. Om met een grote mensenmenigte op te schaatsen. Is dat bij meer dan 25 centimeter of bij minder dan 25 centimeter? Pet je op. Bij welke ijsdikte is het veilig om met een
meer mensen op te schaatsen. Petje op bij meer dan 25 centimeter, petje af bij... In een kokosnoot zit water. Is dat waar of niet waar? Welk festival wordt in het tweede weekend van september gehouden? Is dat petje op Zwarte Cross of petje af de Appelpop? Ik zeg Appelpop. Dan gaan we even pauzeren. En dan gaan we daar. Verder met de quiz? Nou, we hebben al 14 vragen gehad. Dus we hebben er nog 14. Dan gaan we door met nummer 15. En dat is, met een zandloper kan je de tijd meten. Is dat waar of niet waar? Dus de eurobiljet is 10 euro. Is dat waar of niet waar? Is er nog een ander biljet onder de 10 euro? Het Songfestival dat het jaar 2021 werd gehouden in Rotterdam. Is dat waar of niet waar? Songfestival in 2021. Heeft België dat gewonnen? Vond het jaar 2021 voornamelijk online plaats. Toch was de koninklijke familie op bezoek in de stad Eindhoven. Is dat waar of niet waar? In het jaar 2021. Elisabeth werd begraven in St. George Kapel. Is dat waar of niet waar? Is Queen Elizabeth begraven in de St. George Kapel? De hondensoort poedel hoort tot de groep van de meest intelligente honden. Is dat waar of niet waar? Nee. Op de rug. Is dat waar of niet waar? Een dromedaris heeft 2 bulten op de rug. Het is maar 1, toch? Ik heb een reden bulten op de rug. Prinsessendag was een voorloper van Koningsdag. Is dat waar of niet waar? De dochters van Willem-Alexander en Maxima heten Amalia, Anna en Adriana. Is dat waar of niet waar? Amalia, Anna en Adriana. Vraag 24. Spanje is een populair land voor Nederlandse ouderen om te overwinteren. Is dat waar of niet waar? Vraag 26. De jongste deelnemer die in Gent op 1 januari 2023 meedeed aan een nieuwjaarsduik was 5 jaar. Is dat waar of niet waar? De jongste deelnemer met de nieuwjaarsduik. Gent heeft een eigen volkslied. Is dat waar of niet waar? Het Spoorwegmuseum. Is dat waar of niet waar? In Arnhem het Spoorwegmuseum. Nou, dat waren alle vragen. Dus roleren. En dan gaan we kijken wie de meeste vragen goed heeft. Het is niet te leven, dat staat zeker vast. Niet treuren, niet kniezen, dat staat zeker vast. Vergeet niet te leven, dat staat zeker fout. Applaus! Het melkmeisje is een schilderij van de Rembrandt van Rijn. Hannes van Meer was dat. Wordt de doos van een vliegtuig zwart?
Petje op is waar. Petje af is niet waar. Ja, daar ben ik. Tomaten, groente. Petje op, waar. Petje af, niet waar. Tomaten. Het is niet waar, het is fruit. Zonder kop nog leven. Petje op, waar. Petje af, niet waar. Meneer Jansen weet het wel. Het is waar. Een kip die loopt nog, die kan nog even leven. Van bessen. Petje op is waar of petje af is niet waar. Wordt koffie gemaakt van bessen. Woord. Was Sint Jozef vroeger een klooster? Petje op met waar. Petje op met waar. Petje af, niet waar. Goed zo. Dat klopt. Ja. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van de quiz. Yvonne en ik hebben heel gauw net even alle vragen nagekeken die jullie op papier hadden ingevuld. En daar waren best nog wel wat fouten. Zoals de vraag van de Waalstrand, Camping Waalstrand, zit dat in Gent. Maar dat was Hulhuizen, die hadden heel veel mensen fout, ja. Helaas. Ja. En ook de vraag van Prinsessendag, was dat eerst een voorloper op de Koninginnedag? En dat was een voorloper van Koninginnedag en nu is het inmiddels Koningsdag. Maar het is ooit begonnen met Prinsessendag. Ook leuk om te weten. En we hebben uiteindelijk iemand gevonden die had maar 4 fouten van de hele quiz. En die heeft een mooi groen petje op. Zien jullie iemand die een mooi groen petje als allerbeste ingevuld van iedereen? Had u die gedacht? Ja. U wist het meeste goed te beantwoorden. Dus we vragen een groot applaus. En u heeft gewonnen. Een heerlijke kerstlikeur uit Gent. Ik hoop dat hij die u zal smaken. En dan zeg ik nog proost alvast op de quiz. En geniet er lekker van. Graag gedaan. Zijn die ook Frans als gewone man? Misschien. Ja, zo. Dan maak je dat zo. En dan moet je even opladen en zet je de naam op. En de eten nu? Hier, nog een. Knallen. Hé! Zo. Ja, gelijk moeten doen. Ja, dat is heel wat. Heel wat. Zo. Nou, maar. Ja. 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 Ja.
Daar op je dakje. Nou, dat is geen spel. Jullie hebben nou weer 4 op een rij, hè? Ja. 4 op een rij. 4 op een rij. Mensen kregen, hadden vanochtend al een spierpijn. Ja. Ik had een arm. Woehoe. Ja, hij zit met een huidje. Ja, nog even lekker. Hey! Goed zo. Woehoe. Dat was een goede goal. Oh, sorry. Dat was je steekkaka, hè? Ik ben wat goed, hè? Nou, hij was gewoon zitten.